2-0, ik had al 6-2-0. Verder geen informatie, zou gaan in een tunnel. Zou mogen die zonder plan staan. Postcode 6-2-0. Graag jullie twee met een pliertje 1 met toestemming die kant op. Bedankt voor deze ook aanrijdend. Gaan hè? Aanrijdend. Microphone activated. Oké, ik heb de route erin staan. Hier meteen rijd door. Als maar rijd door nu. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Rechts vrij. User left your channel. User left your channel. Rechts vrij, ja. Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5. Rechts staat stil, ja. Ja. Mijn naam is GTA5, LSP Livar omhoog. En vandaag ga ik kapot samen met Jesly in de B-klasse. Jesly van Heumots. En we zitten bij de RPR. We zijn meteen, we zijn nog geen seconde bezig of we hebben al een melding. Ik heb nog niet echt een hele mooie introductie kunnen doen. Eerst voor naar rechts. Ja, we zijn op dit moment onderweg naar een buitenbrand, prio 1. Ik ben de bijrijder vandaag. We hebben vuurwapens, dus ik ben wel vuurwapendragend. Dus we gaan hem meemaken vandaag. Rechts, collega. En ja, vrij. Eerst rechts. En dan de snelweg op. Het zal in de tunnel zijn. Hier links. Kleine update zou gaan om een autobrand. Ja, jullie hebben het gehoord. Het betreft autobrand. Right. Zet jij dan even de weg af, dan ga ik kijken of ik mensen kan treffen. Ja, is goed. Nou, op dit moment kijken we nog even Formule 1. Maar ja, goed, daar hebben we niet zoveel tijd voor nu. Oh, hier links, denk ik. Nee, wacht. Ah, daar. Oh shit, dat staat goed in de fik. Ik ga vast naar die gast toe, ja? Yep. Nou, ik ga jullie zo meteen wat meer vertellen over de hele dienst. We gaan nu even naar die meneer. Meneer, kom even deze kant op. Ja, het is één gang verkeerd. Dus. Even hierheen, meneer. Meneer. Kom maar even deze kant op. Hoi. Hoi. Zijn er meer mensen in het voertuig? Nee, ik ben verder alleen, maar... Komen jullie hem uitmaken of... Nee, nou dat krijgen we niet meer uit. De brandweer is onderweg. Oké, okay, hartstikke mooi. Ik wil u eigenlijk hier weg hebben, want die rook die gaat zich ook ontwikkelen. We gaan helemaal naar de achter. Helemaal naar de achter dan? Ja, dat is... Als ik dat zo zie, is die niemand te redden. Ik snap dat het vervelend is, maar het is... Maar... Het is een taxi, toch? Ja, het is een taxi. Hij is niet van mij, de, maar... Nee. Nee. Dat is dat ja, in ieder geval... Het is een auto, hè? Dus geen leven. Het is wel mijn werk, hè? Maar zit er nog ja, begrijp ik. Daar zit niemand in. Oh, nee, top. U vraagt RWS aan? Weet je hoe dit is gekomen? Ja, nee, ik was gewoon over de weg aan het rijden. Ik kwam net terug van een klant die had de kast geleverd. En ik dacht dat ja, ik heb een middagpauze. Je weet hoe dat gaat, hè. Er zit daar verder op de tank. Ja, we hebben de bestuurder hier, die gaat nu deze kant op komen of jouw kant komen. Ver niet meer in het voertuig. En aan het begin van de tunnel was hij al aan het stoptrennen aan het doen. Maar goed, ik dacht ik rij gewoon door, ik ben er bijna. En toen hier halverwege begon hij ineens... Ja, best wel. Wij lopen zoveel mogelijk weg. Afzuiging, Linuxse werking te doen. En dat ding dat vliegt gewoon spontaan in de fik. Oké, en heb je ook een kentekenbewijs en ID-bewijs? Ligt die nog in de auto? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of ik die... Moet ik even kijken of ik mijn portemonnee wel heb meegenomen. Ja, zo niet, dan is het niet. Dat maakt niks uit hoor. Als je de portemonnee niet meer heeft, dan is dat ook jammer. Maar dan zoek ik daar wel een oplossing voor. We gaan in ieder geval niet meer terug naar de auto. De enige die de sirene is nog gehoord? Nee, je bent niet de enige. Oh, meneer komt even rustig. Ja. Kom maar even hier op de stoep staan. Ja, ik ga nog even kijken. Begrijp. 5-1 met nogmaals spraakaanvraag. Ja, positief is mogelijk om ambulance deze kant op te krijgen. Is hier ook ingeademd, meneer? Goeie vraag. Ja, niet echt. Ja, toen ik die motorkap heb opengetrokken natuurlijk. Maar ja, dat... Maar... Dat is heel veel. Nee, maar hoe lang heeft hij ongeveer dan in die rook gestaan?
Ja, ik heb een minuutje staan klieren of zoiets met die motorkap, want hij wou in eerste instantie wou die niet helemaal lekker open. Ja. Dus toen heb ik er een beetje boven gestaan, maar ja, toen ik hem helemaal open had, vloog hij spontaan in de brand. Was al die rook weg. Dus hij was nog niet in de brand toen hij dicht was? Nee, hij was volop aan het roken. Oké. Okay. En, maar die rook die eruit kwam, dat is witte rook, zwarte rook geweest? Toen ik ermee reed nog? Nee, maar toen hij echt erboven hing. Oh, dat was, ja, weet je, van die grijzige rook. Ja, wit, zwart, ik weet het niet precies. Oké, okay, duidelijk. De brand voorkomt in ieder geval zo snel mogelijk, hoop ik. Daarbij gaan we toch ook even een ambulance vragen. Als hij er niet was gevraagd door mijn collega, ik hoorde wel zoiets. In ieder geval ter controle van u even. Maar ambu, is dat echt nodig dan? Ja, het is zoveel rook was het nou ook weer niet. Nee, maar elke rook is toch schadelijk, hè? Zeker voor de longen. Dus moet u niet onderschatten rook. Dus ja, we gaan nu even goed, controleren. Is er niks? Is er niks? Dus, ja, nee, maar dit is toch andere rook. Is het niks? Dan is het niks. Was het wel iets, dan ben je achteraf misschien wel blij dat u toch even bent bekeken door de ambulance. Ik laat u even over aan deze twee collega's. Daar komt Rijkswaterstaat ook al. En ik ga even naar mijn eigen collega, ja? Ja, nou ja, oké. Okay. Goed zo. Hey meneer, begon de auto te roken tijdens het rijden? Of, Ja, die begon te roken tijdens het rijden. Ik reed hier net de tunnel in. En toen was dat ding al een beetje lichtjes aan het roken. Maar goed, ik dacht, ik red al wel tot het einde van de tunnel. Zo'n lange tunnel is het niet. Maar toen halverwege hield hij er ineens volledig mee op. En toen moest ik hem er recht aan de kant zetten. En heeft de voerder dit vaker gehad? Nee, normaal rijd je altijd als een zonnetje honderden kilometers achter elkaar. Kan blijven rijden, maar ik wil niks aan de hand. En nou vliegt dat ding ineens in de fik in de tunnel, normaal niet. Ik kon last mee. Is die brand gekoppeld of niet? Ja, die brand is nu gekoppeld. Alleen even af de brand, maar... Ja, ik moet die komen op vast kijken op een keer fout. Moet je meer hebben of niet? Ik heb de scan wel, ja. Ik heb je aangevraagd, zoals goed moet je daar. Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Nee, ja, het liefst hebben we gelijk wel de snelweg dicht. Voor jullie kijkers, officieel moeten we natuurlijk een geel hesje aan. Dat heb ik denk ik niet. Dus dan moet ik nu even gaan zoeken. Ik denk dat ik dat hier wel ga vinden. Is wel handig, maar ik hoef het best niet. Ops, oké. Moet wel alleen geen GoPro, dat ziet er eigenlijk niet zo mooi uit. Maar ja. Die zit natuurlijk in beperktjes. Voet opzetten. Ja. Nou, die slaan we ook meteen even op. Dat is handig voor de volgende keer. Bol geel hesje. Zo. Dan hebben we dat in ieder geval. Dan zijn we iets meer zichtbaar. Want ik geloof dat het gewoon richtlijnen zijn dat ik ook mijn gele hesje aandoe. En dan ga ik niet hier demonstreren. Maar in ieder geval... Max Verstappen heeft gewonnen trouwens. Ik dat nu snel ga helemaal afzetten. Oké. Okay. Zijn er lampjes verschenen op de dashboard? Hoi, achteraan, helemaal achterdoor. Er staat een auto volledig in de fik. Nee, er zijn niet echt lampjes verschenen, nee. En heb je al problemen gehad met je motor, koeling, iets bij een APK-keuring? Was het ineens fout? Nee, er zijn geen gekke dingen tijdens de keuring. Ze hebben de bougies vervangen en ik geloof dat er iets met de brandstoffilter was of zoiets. Maar verder rest, nee, heeft hij niet gekke dingen gehad. Even kijken wat gegevens van hem kan krijgen. En heb je ook, wat voor soort voertuig is het? Ja, dat hebben we. Goedendag meneer. Dat is een Mercedes, hè? Mercedes, oké. Ga ik even naar zoeken of ik enig verschijnsel kan vinden. Moment. Meneer. Ja? Heeft toevallig toch iets van gegevens voor ons even? Kenteken van een voertuig, toevallig? Nee, kenteken weet ik zo niet uit mijn hoofd, sorry. Oké. Okay. Heeft u de sleutels van het voertuig? Nee, die zitten er ook nog in. En gegevens van u? Iets waar uw naam op staat? Pinpas of zo? Ideaal natuurlijk. Ja, eventjes. Nee, ik heb mijn idee nog hier nog bij mijn telefoon zitten. Die heb ik altijd apart voor. Ah, de telefoon heeft u wel bij. Ja, ik heb natuurlijk 1-2 gebeld. Dat snap je wel. Ja, zeven plaatsen in de tunnel, voertuig volledig. En welk bedrijf werkt u voor? En eventueel... Ja, dat is Ayato Taxi en zo. Ayato Taxi en zo? Ja. Oké, mag ik uw idee even zien? Ja, nee, uiteraard. Hi, goeiedag. Ja, dankjewel. Ik controleer het even, ja? Oké. Hallo. Ah, ja, betreft een voertuigbrandpersoon is zal ik even bellen? Voor de motorkap deze persoon daar wel dat werkt. Mogelijk rookinhalatie. Verder medische ideeën is nog niet opgevraagd.
Ik ga even hier staan voor jullie kijkers, dan heb ik iets meer rust. Ja. Even kijken. 1131 is gecrashed. Ja, ik wil graag dus nu, ik heb controle of gegevens van hem, ik heb zijn zijn ID, zijn naam en achternaam. Ik heb het bedrijf waar hij voor werkt, die ga ik nu even bellen. Of in ieder geval deze meneer ook daadwerkelijk taxichauffeur bij hun is. En dan voer ik nu even in het mailsysteem, dus het telefoontje wat we hebben, de naamsgegevens in om te kijken of hij een rijbewijs heeft, et cetera. Dus dat gaan we nu even doen. De burger bepaalt echter of alle gegevens die ik nu ga opvragen ook in orde zijn of niet. Dus dat gaan wij zo meteen even vragen aan de burger. Dus dat gaan we nu doen. Slash me zoekt of belt. Ja, nou wacht, voert gegevens in. Ja, betreft een nee, dat het in mails. Yes, klopt. En okay. Nou, betreft een voertuig waar een persoon me, belt boven de motorkap heeft mogelijk rook in de chauffeur is. Deze nog niet opgevraagd. Burger, okay, wat komt uit het ID-controle? Verder niks, niks bijzonders. Niks bijzonders. Overtredingen, maar dat is het. Oké, okay, ik heb taxibedrijf gebeld of je ook daadwerkelijk daar chauffeur bent. En dat klopt. Oké. Okay. Ik ben daar ook chauffeur. Nee, dat is helemaal normaal. Hallo meneer. Hallo. Hoi, Janne van just, de ambulance dienst. Alles kort duizend. Wat is uw naam? Ja, Barry uit Barry? Ja, Barry, wat is er gebeurd? Zeg het maar. Ja, ik zei het ook een alles duizend. Van de politie net. Ik was gewoon aan het werk met mijn taxi. Bij het taxibedrijf Aito Taxi en zo. Aito, ja. En ja, net voor de tunnel heb ik een beetje door raar te doen. Begon hij een beetje te roken en te sputteren en wat niet. Maar goed, ik dacht, ik rijd nog even door. Je ziet er verderop zitten en dat ik het koffiestation. Yeah. Ja, dat pompstation. Daar hebben ze heerlijke bal gehakt. Joh. Ben je er al eens geweest? Nee, dat niet. Oké, okay, nou maar ik nu zou is je het wachten. Een keer balletje gehakt halen. Ja, goed, dat is een andere keer dan. Maar goed, ik dacht, ik rijd daar nog eventjes heen. En dan kunnen ga ik niet meer doen dan dit. Wat er met die auto aan de hand is. Wat mijn collega Jesse precies gedaan weet ik ook niet. Ja, ook te sputteren, dat ik hem gewoon in de tunnel op deur moest zetten. Ik had geen andere keuze. Ja, ziet wel hem even dubbel zetten weg. Ja. Zit ik aan hem dubbel zetten, rechtsvaartse. Oh shit. Dubbel, okay. Ja, nu gaat het kei goed. Ik wacht. Zo. Ja, nee, gaat lekker. Oh, ja, mooi. Okay. We gaan, ik vraag het meteen even. Sorry. Rijkswaterstaat. En Turan. Ja. Kunnen jullie hem dubbel zetten, Turan? En tevens ook Rijkswaterstaat, dan gaan wij door. Ah, ja, okay. Nou, meneer, heeft hij ergens pijn of last van? Of is iets waar ik ga nog even naar die meneer toe. Ja, nee, ik heb even een minuutje op zoiets over die motorkap gehangen, want die bleef een beetje vasthaken. Hmm. Die kreeg ik zo 1, 2, 3 niet even los. Meneer. Ja. Hier is uw ID terug. Alles verder in orde. Ik wens u heel veel succes en sterkte ermee. Ja, ja, hartstikke bedankt in ieder geval. Wij gaan in ieder geval weer door, het beste. Ja, nee, jullie ook, heren. Fijne avond nog, hè. Yo, fijne avond. Succes, hè. Jo, goed, goed, ja, ik heb een minuutje met de motor want ik kreeg dat ding automatisch niet open. Ja. Hallo. Toen die helemaal open was. Momentje, ja, als rijder is plaatsen, die is bezig met voertuigen. Wij zijn in principe niet meer nodig, dus wij zijn weer op een eentje. Ja, dat is voornamelijk Giel Terslepen. Is het identito voor de 2106? 90. Oké, okay, dat is voornamelijk Giel Terslepen over. Dank u wel. User was moved out of your channel. User left your channel. Zo. Dat ging even heel snel. Dat past maar net. Ja, past u goed. User left. Ik heb tijdens de Prio 1 rit introductie gedaan van de video. Ik heb jou een soort van voorgesteld. Wil je jezelf nog voorstellen? Kunnen... Als jij het hebt gedaan is. Ja, nou we kunnen trouwens ook weer op Teamspeak gaan praten denk ik. Microphone activated. Of zitten we hier met meer mensen? Ja? Weet niet. Ze te horen niet. Blijf stil. Nee, dus wat ik al zei tegen de kijkers, ik ben de opname ook pas gestart op het moment dat we de melding al hadden gehad. Het kwam binnen als een buitenbrand. Daarna, het is groen trouwens. Daarna bleek het een autobrand te zijn. Het belangrijkste is natuurlijk dat wij dan die persoon zo snel mogelijk wegkrijgen bij het voertuig. Of niet? Want, ja. Nou, in zo'n tunnel is het toch altijd gevaarlijk. Ik denk dat
volgens richtlijnen niemand in de tunnel moet blijven. Deze had gelukkig goede afzuiging, dus dat ging goed. En wat gaan we nu doen? Ik heb die settings even gefixt. Althans voor de old GeForce Experience. Oké, oh ja, ja, jij gaat ook een beetje opnemen als het kan, anders rij ik wel, dan kun jij je settings fixen. Ik vind het een heel goed plan. Ja, ik heb het al. Ah, jammer. Maar toch ga ik vandaag nog rijden. Ja, oké, okay, dat mag. Ja. Neem jij het op wanneer je melding krijgt of neem je gewoon? Ik ben nu aan het opnemen, maar ik denk inderdaad op het moment dat de meldkamer binnenkomt dat ik de opname start. Tenzij we nog een boefje voorbij zien komen die ons de aandacht trekt, maar dan start ik ook gewoon. Dus voor de kijkers nu, heb je vragen aan mij of aan Jesly, ook al is het niet live, stel ze maar in de comments. Jesly gaat alles lezen en beantwoorden. Oh. En ik ga dat niet doen. Maar wij zien jullie in ieder geval bij de volgende melding als we het in krijgen vandaag, je weet het nooit. Tot zo. De 2002, RT 2002, komt uit voor het OC. Ja, OC hebben. Ja, blijf luisteren. De 2008, RT 2008, komt uit voor het OC. Niet in game. Oh, niet in game, excuus. 2015, RT 2015, komt uit voor het OC. Dat is een grote. Ja, zeg maar dat. Ja, voor jullie pleertje 1 zonder toestemming, postcode 205. Ten zwarte Range Rover rijden. Persoon is mogelijk vuurwapengevaarlijk. Graag. Oh, die rijdt hier, die rijdt hier. En een mocht de persoon zien, beter geweten op hem uitvoeren. Ja, ja. OC zijn er nog meer dan stap 1 dan jongen. Ja, kok weer hem toch? Eenheid die nog meekomt, maar dit is voor nu toe alles. Komt nog één extra eenheid aan. Oh, ja. Ik ben ook zo in games eventueel, kan ik daar naartoe. Zwarte Range Rover, hè? Wat was mis meer herkelijk hoor. Zwarte Range Rover, vuurwapengevaarlijk. Laatste locatie? Ja, 2015 overige eenheden. Ja, oh nee, laat maar. Excuseer. Wat is de rijrichting van de Range Rover? Is er al iets over bekend? Ja, even naar die ene hier links gaan we vragen. Persoon zou mogelijk rond Blokkenpark rijden. Dat is wat ik heb staan als Hemes. Ja. Hebben jullie zwarte Range Rover gezien? Ja, negatief. Wat is dat voor ons? Nee, die voorbij zien komen. Okay, top, wat is dat voor ons? Is dat een range? Nee. En dan wil ik hem ook als eerste hebben, hè? En hier is even naar rechts zometeen. Verleden die ga je verwachten met althans als je voertuig hebben aangevraagd en verwachten totdat alle eenheden te plaatsen. Even binnendoor naar die parkeerplaats hier. Ja, ik ben het even naar die parkeerplaats. 2106 heeft zicht. Blijf achter. Locatie. Postcode 209. Geeft rood stoplicht. Dat is hier rechts. Links? Hier links? Staat nu stil voor het rode stoplicht. Hier links? Nee, daar. Weg voor je, weg voor je, weg voor je, weg voor je. Waar? Weg voor je. Door. Ah, daar. Klem zetten? Ja, doe maar. Ja, vuurlijn, hè? Wacht. Ja, nee, laat maar. User joined your channel. Handen omhoog. Klauw laten zien. Klauw omhoog. Uitstappen. Let op vuurlijn, hè, jongens. Ook vanaf de regen wordt er gericht geschoten, hebben we dat begrepen? Maar met je linkerhand portier open, handen laten zien. De 5-1 voor je zee. Ga zitten met de VF. Portier open doen. Hey gast, luisteren. Vriend, luisteren. Handen omhoog. Klauwen. Hey, laat dat vallen, laat vallen. Wapen weg. Chest richting jou. Yep. Oké, dan mag je zo meteen twee stappen naar links zetten. En nogmaals, bij elk vrachtwagen wordt er gericht geschoten, jongen. Naar links. Naar links. Dat vooruit, jongen. Naar links, niet omdoen.
Naar links. Luisteren, naar links. We zijn nu door elkaar commandos aan het geven, dat is een beetje lastig. Loop maar naar links, meneer. Oh. Ja, let op jongens, iemand nog zicht houden op voertuig, hè? Oké, wacht even. Meneer, je mag mijn kant op lopen. Links, van u links. Stoppen, stoppen, stoppen. Omdraaien. Op je knieën. Nogmaals, bij elk verdachte wegen wordt er geen geschoten. Begrepen? Dat zeg ik niet. Gooi je klep houden. Oké, ik ga boeien. Je mag het voertuig houden. Ja. Klauwen naar beneden. Dus deur open. Yes, clear. Ja, achter. Meelopen. Open. Check. Wapens bergen. Maar ze vuurwapen wat hij vast zat. Eén aanhouding. Okay. Goed gewerkt, man. Ja, lekker bezig, jongens. Meneer, ik ben bij deze aangehouden voor wet wapen en munitie. Je bereft het te zwijgen, alles wat je zag, zal aan kanten gebruiken van de rechtszaak. Het is ook recht op elkaar, maar kun je niet voorloven voor je ingetrokken geweest door hem. Begrepen? Ja, ja. Te trap. Ja, voor uw eenmaal aanhouding, BTV ten einde, vuurwapen gevonden. Nou, zoals jullie zien ben ik de enige die zijn kogel weer een vesting aan heeft. Maar dat mocht niet van hem. Dus ja, jolo toch. Oh, collega van een mes. Leun maar op het dak. Yes. Vind ik nog iets van ID? Nee, wat er nu gaat gebeuren, als je gaat met ons mee naar het bureau, gaan we even kijken wie je bent. Of dan zou ik even gelijk dat Mastercraft doen. Trek hem al af. Wat wij gaan doen is, daar wordt u voorgeleid door de HVJ. Even het dagenproces verder volgen en ga je dat allemaal horen op het bureau, ja? Ah, dat is zwijgrecht. Zwijgrecht, oké. Okay. Even kijken. Ik zet hem aan de tv. De vijver gaan bij jou erin, hè? Yes, ik zal het deur doen. Yes. Ja, doe maar. Ja. Nou, voor jullie als kijkers weer. Ik ga deze melding zo meteen even evalueren met Chesley. Ja, gestolen. Van mijn gevoel ging die goed. Maar ik weet niet, één van de collega's vond of door elkaar heen praten. Ja, mogen jullie wegzetten. Had ik niet het gevoel. Zowel Chester als ik zeiden beide, ga naar links. Twee stappen naar links. Tenzij ik een collega niet hoorde. Maar we zeiden in ieder geval beide, ga naar links. Althans, in beslagnaam van voertuig. Dus ja, dat was redelijk duidelijk. Als ik links spreek, dan kan de burger misschien verwarring hebben van moet ik voor mijzelf naar links, voor hun naar links, dat kan wel. Maar ja, daarop loste ik in ieder geval een waarschuwingsschot omdat hij naar voren bleef lopen. Nu is het dan moeilijk om naar links te lopen. Ik ga even vragen aan Jesse of dit de normale gang van zaken is. Ja, hoe ging die voor jou eigenlijk? Het was kijk, je moest natuurlijk snel inzetten omdat je gelijk dat voertuig zag. Ja. En wat jij zei van ja, we kunnen hem inblokken. En toen begon hij net te rijden. Ja, dat was inderdaad. En toen deden de collega's inblokken. Toen dacht ik, nou, dat blokken wij ook maar. Ja, kijk, wij gingen omkeren. Toen ging hij eraf en toen kwam er een collega ervoor. Ik riep wel goed. Alleen, ik riep... Vuurlijn was een beetje... Ik riep, ga naar links. Twee stappen naar links. Jij riep dat ook. Ja, toen zei iemand anders... we praten door elkaar heen. We zeiden gewoon precies hetzelfde. Ja, we zeiden sowieso precies hetzelfde. Alleen... Waar ik nu over twijfel is, had ik moeten zeggen, voor jou twee stappen naar links. Dat was mij niet helemaal duidelijk. Ik heb ook één waarschuwingsschot trouwens gelost. Ik weet niet of we dat hadden moeten melden bij WC en zo. Oh, ik had dat niet gehoord dan. Ik wel. Ik schoot geloof ik zelfs in bijna op die verkeerslichten. Maar het ging goed. Hij luisterde wel. Maar tenzij er een collega was die ik niet hoorde, die gewoon door ons nog heen was aan het praten, hadden we dezelfde aanwijzingen. Leek mij. Ja. Dus ik zeg, we zijn gewoon geslaagd. En dat is aanraden, daar gaat het om. Daarom. Nou, het ging allemaal heel snel. Maar dat was dus de eerste melding.
Of de tweede melding. En nu gaan we weer surveilleren totdat er iets nieuws komt. Ik zie jullie zo meteen. Of niet meer. Maar het zal nog wel. Het zal nog wel iets komen, toch? Ja, dat komt vast. Vast wel. Dat er een clownsbus zijn staan waar mogelijk kinderlijken in liggen.